Dames en heren, Piet Keizer. Ja, dan houden we allemaal ons mond, hè. Als Piet komt, dan... Ja, dat is mijn bedoeling ook, want ik hoor je een aantal dingen zeggen. Als u de microfoon wil vasthouden... Ik hoor je een paar dingen zeggen en ik denk, hoe weet je dat? Hoe weet ik wat? Hoe kun jij beoordelen wat de kwaliteit van de jeugdopleiding is? Je vraagt het aan Henk. Nee, ik zei alleen... Ik hoor het je zeggen. Dus ik denk, ik kom er even bij zitten. Het was een vraag aan Henk, toen jij hier... Moet ik weg? Nee, graag niet. Nee, kom erbij juist. Nou, u bent nog steeds, meneer Keizer. Mogen maar Piet, oké. Nee, ik vroeg juist aan hem, hoe was het in de tijd dat Henk ons bijna kampioen heeft gemaakt? Het ging uiteindelijk om de laatste wedstrijd. Had hij toen kritiek op de jeugdopleiding? En wat ik een mooie extra factor vind die Henk inbrengt, is de sociale factor. Ouders zijn minder bereid om allemaal naar Ajax toe te komen. Mm-hmm. En ik denk dat als je ziet, dat is mijn mening als supporter. Ik twijfel niet aan het oordeel van Henk. Als je ziet hoeveel spelers er nu in het eerste zitten. Ik twijfel wel aan de vraagstellingen vaak. Want er klinkt wat tussen dat je veronderstelt... Dat je een mening veronderstelt die op wat gebaseerd is. En dat is als mijn vraag. Oh ja, nee, maar ik heb verder helemaal geen mening over de jeugdopleiding. Het enige wat ik zei is, er staan... Maar ik hoor het wel. In Oranje staan er 6-7 mensen in de tweede helft, inclusief Emanuelson, die hier gespeeld hebben, hier een deel van de opleiding gedaan hebben. Vind ik een waanzinnig groot aantal. Als ik nu het elftal zie ik heel veel jongens uit de toekomst. Mag ik daar snel dan op antwoorden? Ja. Het feit dat er een aantal mensen daadwerkelijk dat bereikt hebben, zegt nog altijd niets over... De opleiding. Op dit moment zeggen we bij Ajax, we hebben een selectie met 18, 19 spelers uit de jeugd. Dat is op zich een prestatie. Maar ook dat zegt niets over het niveau. Nee, klopt. Feitelijk. Maar wat vind je er zelf van? We nemen dat wel aan met z'n allen. Maar jij vindt dat de jeugdopleiding niet oké is. Wat is uw mening over de jeugdopleiding op dit moment? Dan zal ik op gepaste tijd, zal ik die heel duidelijk ventileren. Niet die. Maar ik kwam even binnen, want ik denk, ik wilde er wat over zeggen. Ja, dat is heel fijn. Maar nu u er toch zit... Ja. Ik kan er niet omheen dat ik meneer Keizer blijf zeggen, vergeeft u mij maar. Wat is dan uw mening over de huidige gang van zaken? Want dit gesprek komt voort allemaal uit uit kritiek van Johan Cruijff die er is neergelegd. De kritiek op de jeugdopleiding is al een jaar of 4-5. Ja. Dat is al een jaar of 4-5 en ik ben een van de grondleggers daarvan geweest. Op die kritiek. Henk heeft het van heel nabij meegemaakt. We hebben daar heerlijke discussies over gehad. En dat is gelukkig over het algemeen is dat een verhaal geweest wat intern is gebleven. Dat is langzamerhand wat duidelijk geworden en naar buiten gegaan. De kritiek als zodanig, die Johan steeds uit, daar ben ik het volledig mee eens. Dat het anders moet, ben ik het volledig mee eens. En hoe het verder gaat, zullen we zien. Ja, waar bent u het niet mee eens? Want dat klinkt ook een beetje in uw antwoord door. Ja, nou, dat klopt ook. En ik kan wel meer zeggen. Ik heb de gewoonte in het algemeen, dit is echt een uitzondering, dat waar ik een andere mening heb en kritiek heb en dat soms gedeeld heb. We hebben heerlijke discussies gehad en die zijn gelukkig binnen schaamers gebleven. Jullie hebben nauw samengewerkt in de tijd dat jij trainer was. Ja, absoluut. En ook in dit geval, als ik van mening verschil... Dan vind ik dat voor alles met degene moet bespreken die ik, waar ik met van mening verschil. En dan misschien dat ook met de buitenwereld delen. Maar ik vind het bijzonder dat u zo even binnenkomt vallen. Dus ik wil zo graag weten wat u er dan van vindt. Ik doe ook alle moeite om het te bereiken. Hij scoort wel met zijn programma. Ja. Zo. Hey. Wat zeg jij? Hij scoort wel met zijn programma. Dat is wel leuk voor hem. Maar Piet, vind je het ook jammer dat het zo naar buiten komt? Of had je het liever dat het allemaal besproken werd binnen de eigen Ajax-kring? Dat is duidelijk. Ja. Dat zeg ik met weinig woorden. Ja, maar, vinden wij ook, hoor. Het is gebeurd. Ja. Maar moeten we die schuld niet aan de Telegraaf geven? Die op een krankzinnige, bijna onjournalistieke manier dit hele onderwerp elke dag opnieuw op de voorpagina brachten zelfs. Ajax, Cruijff wint de slag om Ajax. Het leek wel of er oorlog gekomen was. Zulke koppen. Ja, de Bildzeitung is minder erg. Zei jij dat van die rode kruisen? Dat is toch volkomen belachelijk. Extreem. Wat is dat voor karaktermoord op mensen die hun best doen en misschien niet goed genoeg zijn? Dat is heel extreem. Die krant klopt. Is de schuld van het feit dat alles op straat ligt. Daar ben ik voor 100% van overtuigd. Had nooit mogen gebeuren. We hoeven geen geheim te maken dat de relatie tussen Johan en de Telegraaf heel innig is. Maar goed, hij gebruikt hem ook wel. Hè? Hij gebruikt hem, hij laat het ook schrijven. Hij schrijft het niet zelf, hij belt. Ivo, jij bent zo goed in dat soort dingen. Je weet toch ook precies hoe dat werkt? Ik weet precies hoe het werkt. Nou dan. Maar vindt u het kwalijk? Hè? Vindt u het kwalijk?
Ik aanvaard de manier het gewoon, waarop het allemaal gespeeld wordt. Ik aanvaard het gewoon als iets dat gebeurt. En persoonlijk vind ik dat het niet zo zou moeten. Maar. En de vraag die ons allen natuurlijk bezighoudt, voordat u wegloopt, hoe nu verder? Want de machtsstrijd is nog niet gestreden. Alles is in volle gang. Alle papieren liggen op straat. Ik ben geen partij. Althans niet officieel, informeel. Wanneer hebt u Cruijff voor het laatst gesproken? En verder onderbreek ik Henk eigenlijk. En ik hoor hem liever praten dan mezelf. Dus, bedankt. Dank u wel.